Maar kom binnen, dan praten we. Ja, ben je nog steeds niet helemaal... Nee, ik heb er helemaal geen zin in om buiten te staan. Nee, want nog steeds vanwege de afluisterpartij ja, van de buurman? Nou ja, en vanwege de camera's. Camera's daar, camera's hier. Oh, ze hangen er nog steeds? Nou ja, kijk daar bij de slaapcamera maar. De slaapcamera van de buurman? Ja, daar heb ik weer een nieuwe camera neergezet. Ik zie het, ja. Maar die staat nu die kant op? Ja, toevallig, omdat die weet dat jullie komen. Oké, okay, normaal gesproken staat hij deze kant op. Ja, en dan komen de woorden uit huis vandaan. Nou, ik herhaal ze hier niet. Dat is nog steeds niet veranderd dus? Nee, dat verandert ook niet. En wat roept hij dan? Nou, het zijn vier letters. Begint met een H en het eindigt op een R. Vul het zelf maar in. Nee, dat weet dat ik zeg ik. Het is niet hier. Nee. Nee. Nou goed, laten we er binnen. Even over verder kletsen. Ja, goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Alles goed? Ja hoor. Terug in jullie gamepaleis. We zitten hier achter de computer en wat je ook doet, een spelletje of je doet je bankzaken. En dan zitten jullie zo lekker tegenover elkaar. Nou ja, met de rug naar elkaar toe, hè? Ja, het is niet heel romantisch. Hey. En daarom heb ik een cadeautje voor jullie meegenomen. Omdat ik dacht, misschien is het toch ook wel goed voor jullie en voor de gezelligheid om nou gewoon af en toe een spelletje met elkaar te spelen. Oh, maar wij zijn heel gezellig met elkaar. Dus naast van de computer, het is meer een gimmick, omdat jullie toen zo met de rug naar elkaar toe zaten. En ik zei van, dat is niet zo romantisch. Voor jou bedoeld. Het is een spelletje dat je elkaar allerlei vragen moet stellen. Oh. En dan kom je nog eens wat over elkaar te weten. Zou het? Al jaren? Victor, wij zijn al meer dan 30 jaar bij elkaar, dus... Dat is waar, maar soms zitten er hele nieuwe dingen bij. Ja. Dan kom je nog eens wat te weten over elkaar. Oké. Ach, hoe is het? Roelina heeft mij al een klein beetje verteld dat het nog niet allemaal roze geur en maneschijn is. Wij gaan verhuizen. En dat is niet omdat de buurman zweetvoeten heeft. Maar jullie gaan echt weg om de buurman. Vanwege de buurman. Maar ja, dan brengt mij bij de vraag... Is de situatie niet verbeterd dan sinds de uitspraak? Niet. Totaal niet, nee. Nee. Wat het is het is zelfs verergerd. Hij kwam s'avonds om 2 uur tot 6 uur. Komt hij thuis met een stuk muziek in de auto. Dat wil je niet weten. En hoe is het met de kluspraktijken van de buurman? Hij mocht van meester Visser nog 40 dagen per jaar klussen. Ja. Maximaal van 8:00 tot 8:00. Ja. Houdt hij zich daar een beetje aan? Gewoon het klussen wel, maar de rommel die hij dan schijnbaar moet opruimen, dat moet tot 4:00. Oké, hij gaat gewoon door. Victor? Ja? Jij bent echt wel een klusser, hè? Ja. Leef je uit. Om even wat klusgeluiden te maken. Is goed. Ik heb een idee voor me van hoe dat doorklinkt. Ik kom eraan. Ja, de buren hebben gewoon helemaal niks te doen. En dan komt er een buurman, die heeft een goed leven, een leuk leven. Heeft een leuk huis, heeft het leuk ingericht, heeft een leuke vriendin. Dat kunnen ze niet hebben. Laten we die maar eens eventjes lekker pesten en wegpesten hier. Want we willen dit niet. Dit was eerst een hele schutting, 1,80 meter hoog. En dan gaan we gooien en dan gaan we spijten. En dit gaat dagen door, hè? En de chatgeluiden van het chatten met de Thaise vriendin? Die zijn gebeurd. Die zijn gebeurd. Oh, die zijn weg? Ja. Maar dan hebben we maar nou dan doen we televisieluider. Oké, de televisie is daarvoor in de plaats gekomen. Ja. Als de buurman ervoor zorgt dat mijn dochter aan de drugs moet om 's nachts te slapen, dan... Dan wordt het heel gevaarlijk. Dan wordt het heel gevaarlijk. Ik heb de politie toen op een nacht gebeld. Dat was 2:30. Toen was meneer in de voortuin bezig. Onder het genot van een stuk harde muziek. En toen heb Pieter op punt gestaan om naar buiten toe te gaan. Ik werd wakker. Ik werd wakker en ik ben naar beneden toe gegaan. Ik heb buil uit hokken weggehaald. En toen zou ik naar buiten toe. En toen heb ik de politie gebeld van jullie moeten nu komen. Ik zei, want hij is op weg naar de buurman om te bewerken met een buil. Wat ben ik blij dat je dat gedaan hebt? Ja. Maar wat was je van plan? Ja, wat moet je dan? Het escaleert, dus ja, ik moet hier ook weg. Hele aflevering kijken? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.